Germinal Beerschot rekent dit seizoen op een verjongde ploeg om fris voetbal te brengen. En dat levert na 3 minuten al resultaat op. Chris de Vree haalt de achterlijn en legt terug tot bij de grijze. Die steekt hem met binnenkant rechts in de verste hoek en GBA staat al vroeg 1-0 voor. Omdat de baltoets van de grijze technisch zo verfijnd is, tonen we de 1-0 nog eens. Nauwelijks 5 minuten later dreigt La Lugière. John Knight is het voor van oprechts. Missé Messi kapt zich goed vrij en bedient Diaz. Maar die strandt tot 2 keer toe op Luciano. De wedstrijd gaat goed over en weer. Een halfweg de eerste helft krijgen we een hoekschop van de grijze. Utavdic kopt door. Dont gaat in de scrimmage. En Paka kan de 2-0 binnentrappen. Welke Paka, 20 jaar en overgenomen van RWDM. Maar geen minuut later kopt Belouva in de voeten van John Knight. Door naar Missé Missé en die schiet tussen 3 verdedigers strak binnen. 2-1 na 25 minuten. Missé Missé, de Cameroener die Belg werd. Maar de grijze besliste om er nog een jaartje bij te doen en daar zullen ze bij GBA niet om treuren. Via het hoofd van Kepaka bereikt hij Huismans die vanuit een onwaarschijnlijk scherpe hoek nog kan scoren. 3-1 is de ruststand. Een van de uitblinkers bij GBA is de van Aalst overgekomen Tim Breigel. Hier stuurt hij Belg Pakka binnen door. De man uit Sierra Leone schiet koeltjes de 4-1 binnen, zijn tweede van de middag al. En nog heeft Paka er niet genoeg van. Verdon stuurt de bal langs de lijn. Olivieri heeft pech bij zijn tussenkomst. En Paka geeft doelman Tiedman geen kans. En als zo'n gisteren heeft Paka zijn hat-trick al beet. Dan gaat Dont aan het truitje van Bullings hangen. Een lichte fout, maar genoeg om de bal op de stip te leggen. Diaz klaart de klus. En met nog 20 minuten te gaan staat het 5-2. Tijd dan voor het festival Dirk Huismans. Op aangeven van de grijze gaat op snelheid door het centrum. En met dank aan de lakse La Rivière verdediging kan ook Huismans zijn tweede van de middag binnenduwen. 6-2, het wordt stilaan pijnlijk voor Lelou. En nog is het niet afgelopen. Dit keer is het Svetlicic die Huismans door het hart van de verdediging stuurt. Duidelijk het pijnpunt van de Henegouwers. De Zweedse doelman Tiedman komt nog uit, maar ziet ook Huismans zijn derde van de namiddag binnenschuiven. 7-2 is het dan al. Vorig seizoen scoorde Huismans 4 keer in 8 wedstrijden. Een aantal dat hij dit seizoen al na 1 speeldag op zak heeft. Want enkele minuten voor tijd schiet hij zijn 4de binnen. Daar had de peuzelen de wolven op en 8-2 is de onwaarschijnlijke eindstand.